Het is een klein beetje disappointing, niet? Ik was helemaal flabbergast. Dus niet zomaar van de paardjes afwijken. Slangen. We hebben ons nog even een sportief uitje bedacht. En dat betekent... We? Ik heb dat bedacht. We zitten toch bijna met de kon op de grond. Er kan niks gebeuren. Ja, maar nou kijk. En nou in één keer... Wow! Gereserveerd. Gisteren? Gisteravond, ja. En ja, nu gaan we lekker eten. Ja, we waren eigenlijk gewoon nieuwsgierig van kunnen we hier ook in het restaurant eten. Ik keek een beetje vreemd van op, want ze hadden eigenlijk alleen maar buffet, maar we konden wel reserveren. We moesten alleen wel dat gisteren ook meteen vertellen. Vertellen? Want, ja, moesten we gisteren meteen boeken. Wat boeken, ja. Want dan konden ze rekening houden met een aantal mensen voor het buffet. Dus ik ben erg benieuwd om het eten te krijgen. Maakt niet uit. Altijd lekker buffet. Zeker. En moet je ook even vertellen wat het kost per persoon? Ja. Super duur. Ja, tientje per persoon. Voor diner. Ik weet niet, als je gaat lunchen, zal het nog wel goedkoper zijn. Nee, maar het is toch geen geld, hè? Nee. En dit is natuurlijk een Olympisch hotel, dus ik verwacht eigenlijk dat we gewoon goed eten te krijgen. Begint te regenen. Ja. Een klein beetje doorlopen, anders worden we nat. Vetsom hebben we gehad. Dat is een beetje een roerig restaurantje. Maar op zich het eten, laat ik even zien. Niks verkeerd, nee. Niks mis mee. Lekker. Dus ik weet ook dat het van de hotel is, wat ik hier met mijn volk tegenkomt. Nou, maakt niet uit. Het is lekker, smakelijk. Nou, onze buikjes zijn vol. Ja. Maar we dachten... Want dat is maar op de gevel staat Olympisch Hotel. Dus wij dachten een hotel, chic restaurant. Maar ik denk dat het meer een jeugdherberg was. Ja. Misschien is het nog een Olympisch restaurant uit de communistische tijd, weet ik het. Dus dat lijkt het een beetje qua inrichting wel. Heel veel jeugd. Heel veel kleine kindjes. Heel veel herrie. Maar op zich was het eten niks af te dwingen. Dat was prima. Eten was lekker, alleen de entourage was iets minder. Moet je even bedenken aan een jeugdherberg bij ons, vorige eeuw, in de jaren 60, 70. Houten stoelen, houten banken, houten wanden, dat galmde aan alle kanten. Maar het buikje zit wel weer goed vol nu. We zijn weer aan het fietsen. We proberen dat we allebei tegelijk erop kregen, maar dat wordt wat lastig. Ik dacht dat ik wist niet dat hier auto's kwamen. Nee, ja. Ja, we zitten wel lekker op de fiets. We gaan eerst naar Krasnagora. Daar gaan we wat inkopen doen voor de lunch. Die nemen we mee. En dan gaan we verder naar het meer Jasna. Ja, Lake Jasna. Ik vind het toch zo leuk, hè, hoe ze hier het gras drogen. Ja. En de rest laten ze staan voor de bijtjes. Bloemetjes. Hier zie je wel minder bijenkasten, hè, in dit gebied. Ja, ja, bij de vorige plek al heel veel bijenkasten, maar hier is het stuk inderdaad een stuk minder. En daar links zie je zo'n torentje. Dan moeten we nog naartoe, dat is een natuurgebied. Ja. Maar dan zie je nu ook weer een file staan om in de toren te klimmen. Dus dan moeten we weer op zorgen dat we daar op tijd zijn. Ja? Ja. Ja, dus dan moeten we Of heel vroeg of s'avonds laat. We arriveren bij Lake Jasna. Maar het is een klein beetje disappointing, niet? Ik was helemaal flabbergast. Ik dacht net zoals vorig jaar in Zwitserland, je loopt kilometers lang, door de bos. En opeens zie je daar zo'n heel mooi meertje. Maar niet dus. Langs de straat. Langs de weg. Dit is een aangelegd meertje. Maar in onze voorstelling was het vele malen groter.
En inderdaad, die geiten, oh nee, sorry, zeg ik een beetje onherbiedig, maar die geitenbok hadden we al ergens gezien. Geitenbok of Rusland, een gems. Gems, denk ik, of een steenbok. Kijk, die had ik al een keer ergens op een plaatje gezien. En ik had ook wat videofilmpjes hadden we gezien daarvan. En lekker rustig, maar die mensen zeiden wel al allemaal, dan moet je op tijd vertrekken. Maar en ja. Wij dachten van natuurpark, dan moet je vroeg vertrekken. Maar voor, maar... voor een meer toch niet, maar dus... Super toeristisch, ja. Ja, super toeristisch, heel veel volk. Maar niet uit, we gaan even genieten. Is toch maar gezellig? Het is super gezellig, daar niet van. Maar het is compleet anders dan dat we... Dan... Ja, we gaan even een rondje lopen. Ik heb je natuurlijk, ik moet wel even het meer laten zien natuurlijk. Dus heb je nog geen beeld van wat ik aan het vertellen ben. Kijk, dit is het meer. En er ligt nog een tweede meertje achter, daarachter. En aan die kant, daarachter, zie je de rivier. Nou, je ziet, misschien als je het ziet aan de verhouding van de paddleboards, het is maar een heel klein meertje. Ik denk dat het ook echt puur aangelegd is om voor vertier, toch? Ja, maar ja, toch, en toch is, we moesten even schakelen. Ja, het is gezellig, zeker. Ah, en... Ik heb het beschakeld. Het maakt niet uit over waar je bent. Kijk even naar, naar het uitzicht. Ja, super met, met die bergen. Daar is natuurlijk niks van te zeggen. Moet je even kijken. Blijft gewoon wel een leuke plek hoor. Leuk toch? Wel allemaal gewoon leuk aangelegd. We hebben lekker geluncht. We hebben lekker geluncht en nu is het tijd voor de terugreis. Ja, dan gaan we terug. Lekker plekje. Nu pakken we fietsjes, even een boodschappen doen. En dan, even terug naar Krasnagora. Boodschappen doen. En dan gaan we terug in de camper. Lekker relaxen. Relaxen. Nee, niet gedaan. Een kopje koffie. Wat een leven. Heerlijk. Zo, een tochtje naar... Lake Jasna, of meer Jasna, zit erop. Nou is het tijd voor koffie, iets lekkers. Marjon is koffie aan het maken en dan gaan we vanmiddag weer heerlijk genieten van het skispringen. Het is echt machtig mooi om te zien hoe die jeugd, soms hele kleintjes, daar vanaf durft te springen. Maar ja, heb ik al volgens mij al 100 keer verteld, maar ik blijf dat verbazingwekkend vinden. Dus aan de koffie. Ik ben nog een kleinigheidje vergeten te vertellen. We hebben gisteren laat in de middag onze camper nog verplaatst. We stonden eerst daar, zeg maar net voor het rond het gebouw. En toen kwamen er aan de andere kant plekjes vrij. Dus nu staan we zeg maar op het randje van dit veld. En wij hebben dus uitzicht op alle springschansen. Dus vanochtend om 8:30. Er komt er een hele meute van nieuwe springers aan en vind je heerlijk te ontbijten en ondertussen te genieten van de springers. Hartstikke leuk hoor. Dus we hebben echt nu wel zo'n, hoe noem je dat? Loge plek of premium plek. Ik ben er blij mee. Er is wel heel veel bedrijvigheid vandaag. En ik ga proberen om een paar van die actieshots te pakken van de schansspringen. Wat verdorie nog. Maar ik zie hier naar beneden zo'n trainingskamp en dan zie je hoe mooi ze dat de kinderen allemaal aanleren met dat springen. Kijk, dat is prachtig om te zien. En hoeveel balans kun je hebben, hè? Goedemorgen. Alles staat weer klaar, hè? Zoals je ziet. We gaan weer een fietstochtje maken. Deze keer gaan we naar een of ander nationaal natuurreservaat. Een klein natuurreservaat hier in de buurt. Ik zal even de kaart laten zien waar dat dan precies is. Wij zitten met onze camper, staan wij hier bij het Nordic Center. En het natuurreservaat, dat is het hier. Daar gaan we toe. Dus van hier vandaan, ik denk, ja, nou, 10 minuten fietsen hooguit. Ze hebben ons verteld... Of hebben op je allerlei filmpjes gezien dat je daar op tijd moet zijn, anders wordt het te druk. Dat heb je al gehoord, want we hebben er al een keer langs gefietst. En toen heb ik al geroepen, er staat profielen bij de uitkijktoren. Dat is de plek waar we naartoe gaan.
Dus het is nu 19:45, zoiets. Dus dan zijn we lekker op tijd. Hopelijk zijn we dan de grote mensenmassa's een beetje voor. Ik ben benieuwd. Ik heb er wat plaatjes van gezien. Dat is erg mooi. Maar ja, plaatjes bij plaatjes. Hè? Je weet het nooit in het echt. Maar goed. Ik zie je zo meteen bij het natuurreservaat. En dan? Het is een beetje laat. Het is 20:45. Even mijn camera goed zetten. 20:45. Hadden we het eerder gepland, maar we moesten even kletsen met onze Deense buren. Denemarken. Ja, Denemarken komen ze. Ja. We zijn bij het Selensi of Selenki, ik weet niet hoe je het uitspreekt. De Emerald Green Wetland, een van de natuurreservaat. Ik laat je het bordje zien. Niet veel op te zien, denk ik. Ja, we gaan het meemaken, hè. Fiets hebben we geparkeerd. Nu is het aan de wandel. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Oh, dat is fijner. Het is in ieder geval wel heerlijk rustig. Ten nog toe. Het is een moerasland. En waar we natuurlijk even niet stil hebben gestaan, is dat waar water is, een moeras, zijn er heel veel muggen. Wauw. Het is een mooie tijd, hè? Weinig mensen nog. Nog geen. Wauw. Kijk even naar de kleur van het water. En even kijken, ik weet niet of je het kan zien, wat voor vissen hierin zitten. Hier beneden kun je het zien, daar. Wauw. Oh, mooi jongens op de uitkijktoren klimmen. Hier staat een bordje dat we voorzichtig moeten zijn, daar zitten slangen. Ja, je mag niet zwemmen en je mag ook geen eenden en vissen voeren. Het hele gebied is dus eigenlijk gewoon een moerasgebied. Door de naastliggende rivier komt er zoveel druk op het grondwater, waardoor dit automatisch gevuld wordt met water. Waardoor er in zo'n klein gebiedje een soort bijzondere, hoe noem je dat, milieu? Vegetatie? Vegetatie ontstaat. Er schijnen ook heel veel bijzondere bloemen en zo te staan. Daar heb je natuurlijk te weinig verstand van om het goed te kunnen beoordelen, maar als je alle bordjes leest, ja, is het ook wel een bijzonder gebiedje, hoe klein dan ook. Ja, maar wel leuk om die kleine bronnetjes te zien. Ja, ja, waarvan ik dacht dat het vulkaantjes waren, maar is dus niet zo. Ja. Gewoon koud water wat omhoog gedrukt wordt. Ja, maar het is leuk. Door de waterdruk. Apart. Allemaal die bolletjes en die rondjes. En het water is gewoon echt kristal. Je kan gewoon op de bodem kijken. Super mooi. Groene mooi. Kleur. Veel vissen. Ja, mooi. Ja, bijzonder gebiedje. Ja, dit is trouwens niet het enige. Verderop, straks met de drone, liggen nog meer van dit soort kleine pontjes of kleine meertjes. Of vijvertjes, ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar daar kun je dus niet bij. Terug bij onze skischansen, zoals je ziet. Het bezoekje aan het natuurpark was kort, maar het was maar klein. Het was wel machtig mooi. Het blauwe water en de vlonnetjes en de paden. Maar het was maar een klein natuurgebiedje. Het is een beetje ingebed tussen een aantal wegen. En hevig in de zin dat er heel veel muggen waren. Dus ik heb hier en daar wat muggenbultjes. Die had ik niet van tevoren verwacht. Had ik natuurlijk kunnen voorspellen, want het is vochtig weer en het is warm.
Ja, dan komen er ook muggen. Dat had je van tevoren wel kunnen bedenken. Maar goed, dat is niet gedaan. Dat is allemaal achteraf gepraat. Dus nu is het tijd voor koffie of cappuccino. Marjolein is koffie of cappuccino aan het maken. En dan gaan we vanmiddag nog even wat werken. Ik ga nog even een vlog samenstellen. En dan gaan we onze dag hier nog even rustig... En we gaan er goed van maken nog wel eventjes. En waarschijnlijk is het dan morgen tijd om te verkassen. Waar we precies naartoe gaan, moeten we zo meteen nog op de kaart gaan. We hebben al een idee, maar goed, dat moeten we altijd nog even definitief maken vanavond. Maar dat komt goed en dan zie ik jullie bij de volgende stopplek, highlightplek, whatever het mogen zijn. We hebben ons nog even een sportief uitje bedacht. En dat betekent... Ik heb dat bedacht. Dat betekent dat we hier omhoog lopen. Langs de buitenkant tot helemaal bovenin. En dan pakken we straks, als bovenin de kaartbaan, weer terug. Maar dat is in ieder geval wat de bedoeling is. Dat zullen, ik denk, duizend treden zijn. Ja, maar ik zie hier meneer trappen. Hier naast. Dat zijn andere trappen dan wat we eerst hebben gedaan. Ja, maar die worden wel anders. Let maar op als je omhoog gaat. Die zijn hier nog vlak en dan worden ze steiler. En zo moeten we er nog ongeveer 1200. Nou, ik denk dat we ongeveer een derde hebben gehad. Toch? Ja, we gaan verder omhoog. Marjolein is al een stukje vooruit, dat zie je. Die gaat... erg flink tegenaan. Ik moet jullie wel nog even laten zien waar we nu staan. Ja, hebben we toch maar gepresteerd. Hebben ze helemaal naar boven gelopen. En dit is de startpositie waar die springers vertrekken. Dus hier gaan ze, hier hebben ze allemaal matten waar ze hun skis op leggen. En dan gaan ze op die aluminium zitten, slangen zitten. En dan glijden ze naar beneden toe. En dan gaan ze dus via die glijders, gaat dat omlaag. Maar ik zal je vertellen, als je last hebt van hoogtevrees, is gewoon het hier staan al een uitdaging. Potverdorie nog. Tjonge, het was een heftige klim. We hebben een beetje verkeerde afslag genomen. We zijn niet op de trappen blijven lopen van de schans. Dus nu moeten we nog een stuk door het bos. We zien het station wel al, maar... we zijn er nog niet. Ah, kijk. Daar achter Marjolein. Daar moeten we zijn. Moeten we niet... kun je daar nog verder? Oké. Nou, het blijkt dus nog een hele onderneming te zijn om hier... om hier boven te komen. Nee. Toch? Nee. Maar goed, we hebben het gered, toch? We zijn er. Ja, dat was pittig. Dat was heftiger dan we hadden gedacht. Maar we zijn er. We moesten door het bos, hè? We moesten door het bos. En, maar goed, we gaan naar beneden toe. Lieve mensen, we zitten in de stoeltjeslift. En je wilt niet weten hoe pamperbehoeftig ik op dit moment ben. Fucking duck. Ik loop liever 10 kilometer omhoog. Dan met zo'n fucking slootjeslip omlaag. En wie zit er hier genietend te lachen? Die ging je net een puff en een... oh nee! Het wiebelt. Oh man. Dat ding is ook wel steil. Niet meer belaagd. Goh, ik kan me even uitrusten. Met een hele stuk zijn we te voet omhoog gelopen. Ja, ja. Vanaf hier moesten we het bos in. Dit paadje. Ja, we zijn hier ergens. En dan slingerend helemaal omhoog. Kapot maken wij. Kapot maken. Dat vond ik dus niet zo erg. Ik vind wat we nu aan het doen zijn, vind ik 10 keer erger. We zijn daar het bos in gelopen en dan moet je. Heel steil, slingerend omhoog. Oh, en nou gaan we, nou krijgen we van die dingen, weet je wel, waar die zo gaat wiebelen.
Man, hou ik hier ook even helemaal niet van, hè? Even genieten. Oh, klok, 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 klok. We zitten toch bijna met de grond op de grond. Kan niks gebeuren. Ja, maar nou, kijk, 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 kijk. En nou in één keer. Wow! Fucking duck! Wow! Dat is dus ook wat die springers meemaken. Woe! Oh, heerlijk. Nou, daarvoor hebben we het dus gedaan. Als je nog eens met zo'n idee komt. Pak ik heen en terug de stoeltjeslift. Dat heb ik je gezegd, pak je maar heen en terug. Heb je... Tjing! Oeh, hebben het overleefd. Heb ja, ik de mensen. Razelende beentjes. Nee, dat is nou weer over. Ik vind het begin altijd, als je en ik over zo'n gat valt, is het niet mijn ding. Kan niks gebeuren. Ja, dat zeg ik me dan altijd, kan niks gebeuren. Maar ja. Kom. En dan een paar trappen omhoog in het kamp, toen nog geen trappen gelopen vandaag. Kom, ouwe! Dit was wel een beproeving. Nou, nee, het was hoeveel leuk. Hoeveel trappen hebben we gehad? Meer dan 1000. Ja. Serieus, hè? Ja, meer dan 1000. En ik denk dat we een 200 hoogtemeters gemaakt hebben ook nog. Dus ja, ik vind dat we net goed ons best gedaan hebben vandaag. Oh, de fonteinen gaan naast ons. Kun je misschien iets iets aan met je? Dat is zeker naam. Ja. We gaan Planica weer verlaten. Ze gaan nu op weg naar nog een waterval voordat we verder gaan. Meer van Boeing. Ik ben benieuwd. Het was hier wel prachtig, hè? Ja, dat is echt een van de mooiste plekken waar we ooit gestaan hebben. Oh, het was hier toch mooi. Die fietspaden overal, super. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling. Even if the sky is falling.
down.